Als de eigenlijke vloer er nog niet in ligt, gebruik dan alleen furenhout of multiplex om de poten op te hogen. Gebruik beslist geen spaanplaat. Dit zet uit wanneer het vochtig wordt. Hierdoor kan de hele keuken ontsteld worden. Zorg voordat je gaat stellen dat de kasten zijn aangepast voor beluchting van bijvoorbeeld een inductiekookplaat. Begin op het laagste punt met het op hoogte brengen van de onderkasten. Let op of de plinthoogte klopt met de bladhoogte in verband met het oplopen van de vloer. De eerstgestelde kasten zijn de basis voor de verdere maatvoering. Vaatwasser. Dat is 14,5. Laten we hem eens even uitzetten. 14,5. Als er boven de vaatwasser nog een lade komt, bestaat het gevaar dat er niet genoeg ruimte overblijft voor de vaatwasser. Om dit te voorkomen, zaag je een hulplatje wat de hoogte heeft van de vaatwasser. 32,5. Een mooi wat ruimte. Gebruik dit later tijdens het stellen van de keuken om de hoogte makkelijk te kunnen controleren. Na het stellen van de eerste kasten kan je van hieruit de leidingen en de plaats voor de uitsparingen in de volgende kasten uitmeten. Zorg dat er uitsparingen komen voor de stopcontacten. Haal in verband met de stevigheid geen achterwand uit de spoel- en kookkast, maar zorg dat alle leidingen netjes door de achterwand komen. Maak de uitsparingen niet te groot. Nadat alle onderkasten zijn voorbereid en gesteld, schroef je ze aan elkaar. Zorg ook dat de inbouwkast 100% waterpas staat, zowel horizontaal als verticaal. Schroef deze nog niet vast aan de andere onderkasten in verband met beschadigingen tijdens het leggen van het blad.